Hoi hoi, goedemorgen allemaal. Nou, daar zijn we weer. Hopelijk gaat het weer allemaal nog steeds goed met jullie, nog goed gezond. Voor vandaag gaan we weer lekker wat oefeningen doen voor het hele lichaam. We gaan lekker rekken en strekken, dus daar gaan we lekker mee beginnen. Dus ik zou zeggen, ga naar je matje en ga lekker staan. Zo. En dan beginnen we met het hoofd. Alles lekker los, geen spanning en dan gaan we draaien. Net als altijd. Goed langs alle kanten. Je nek laten rollen. En dit is 4. Dan gaan we de andere kant op. Ook weer 4 keer. 1. En dit is 2. En dit is 3. En 4. En dan kijken we naar achter. En naar je borst. En naar je achter. En je rug is bij deze nog recht. En naar je borst. En dan komen we weer op. Kant je hoofd naar de zijkant. Arm gaat er overheen. En trek hem opzij. Maak heel die spier hier. Maak hem goed lang. En dan weer terug omhoog. En dan de andere kant. Ook weer trek je oor goed naar je schouder toe. En dan gaan we terug naar het midden. Twee handen gaan achter je hoofd. Dan trek je je kin helemaal naar je borst en neem je je rug mee. Zo, de zijkant ziet dat er zo uit. En dan maak ons lang naar het plafond. Trek je schouderbladen goed naar elkaar toe. Borst vooruit. En dan doen we nog één keer. Maak je helemaal klein. Adem in. En maak jezelf lang. Adem alles uit. En terug. Plaatsen onze handen naar onze schouders. En dan gaan we 4 grote rondjes naar achter draaien. Trek je schouderbladen ook weer goed samen. En 4. En dan gaan we 4 keer naar voren. 1. En 2. En 3. En dit is 4. We gaan de armen omhoog. En dan het enige wat we doen is kleine stukjes van links naar rechts. We gaan hem nog eens niet houden. Dat doen we strakjes. Maar even om de zijkanten op te schudden. En weer naar het midden. Armen gaan los. En dan gaan we draaien met de schouders. Hier. Even goed die schouders spieren om het gewricht lekker losmaken. 4. En naar voren. Ook weer. 3 keer. 2. En 3. En dit is 4. Pak als een rechte arm overzij. Dan trek je helemaal naar je borst toe. Blijf lekker staan. Ik ga ietsjes naar voren verplaatsen. Dan kunnen jullie het iets beter zien. Zo. Het arm gaat los. Gaan we nog steeds met hetzelfde arm. Achter je hoofd langs. Plaats je hand tussen je schouderbladen in. En trek je elleboog opzij. En als je wil, kan je andere hand erbij. En dan probeer je vast te pakken. En om de rekking op de bovenste arm en de schouder op te voeren, kan je met je hoofd tegen je arm aanduwen. Zwaarder open je dan je schouders. En je laat even los. En die schudden we even uit. Andere arm. Links over rechts. En trek hem even helemaal goed tegen je borst aan. Adem rustig in. Rustig uit. En gaat hij los. En omhoog. Ook weer kijken of je je handpalm tussen je schouder in, tussen je schouderbladen in kan brengen. En dan trekken we onze elleboog naar de zijkant. En als dat allemaal goed voelt, kan je de rekking ietsjes opvoeren. Door je achterste hand te gaan pakken. Of proberen aan te raken. Ga ondertussen met de benen ietsjes wijder staan. De tenen wijzen naar buiten. Laten we de armen los. En dan schudden we die eventjes uit. Dan rek je je uit naar het plafond. En dan tikken we de vloer aan. En dan gaan we weer omhoog. En weer omlaag. En weer op. En laag.
nog twee keer. Dit is één. En een laag. En de laatste twee. En dan blijven we hier vervolgens hangen. Kijk of je armen naar, of je handen naar de vloer kan brengen. Letten wij op je ademhaling. Adem rustig in. En adem rustig uit. En kijk of je ietsjes verder naar beneden kan. Ja, dan daar even vast. Dan gaan we weer terug. Adem je weer in. En dan gaan de ellebogen weer naar beneden. Adem we uit. En vanaf hier rollen we weer op naar het midden. Draaien onze hielen naar binnen en onze tenen naar buiten. Gaan we een klein beetje de liesen opwarmen. Gaan we omlaag. En dan strekken we weer op. En dan gaan we weer omlaag. En dan weer omhoog. Dit doen we nog vier keer. 1. En op. En 2. En op. En kijk of je steeds ietsjes verder met je billen omlaag kan. 3. En dit is de laatste 4. En op. Laten we onze rechterhand staan. Linksbuigt overhoog. Naar de zijkant. En hier verleng jezelf naar de muur. Zodat je niet aan je vingertop betrekt, maak je helemaal lang. Vanaf hier buigen we naar ons rechterbeen omlaag. En breng je neus helemaal naar je knie toe. Kijk of je helemaal tegen je been aan kan trekken. En dan ondertussen buigen we het linkerbeen. Neem we ook een klein stukje van de bilspier mee. Op een lichte manier. En dan strekken we weer uit. Met onze linkerhand houden we onze rechter enkel vast. En dan gaat onze rechterarm omhoog. Kijk of je met je kijkrichting ook omhoog kan gaan. Dus met je bovenste hand mee. Dan gaat hij weer terug naar de vloer. En dan rollen we weer langzaam op. Nou, en datzelfde herhalen we natuurlijk aan de linkerkant. Dus verleng jezelf omhoog. En dan buigen naar de zijkant. Even voor de zijkant. Om die op te rekken en te verlengen. En vanaf hier buigen we er overheen naar ons linkerbeen. Kijk of je jezelf helemaal naar je been toe kan halen. Nou, om eventjes vast. En dan ondertussen buigen we onze rechterbeen. En strek hem op. En dan gaat onze linkerarm omhoog. En weer zoek je balans, kleine draai. Gaan we terug naar de vloer. Draai de hielen weer terug naar binnen. En dan gaan we hier eventjes zitten. Als kikkertjes. Laat je handen in je knieën. En als je eenmaal goed hier staat, dan kan je met je ellebogen je knieën een beetje open duwen. Zodat we de opening van de liesen ook even meenemen. Blijf hier een paar tellen staan. Kijk of je billen steeds meer richting de vloer kan brengen. Creëer die ruimte voor jezelf. En dan gaan we zitten op de billen. Trekken we de benen uit. En die schudden we eventjes los. Even die spanning eraf. Daarbij gaan we onze rechterknie naar ons toe. En dan gaan we vervolgens naar links buigen. Je kan ervoor kiezen om je enkel vast te pakken. Of je laat je arm gewoon lekker op de vloer. En dan ga je kijken of je richting je tenen kan. Op die manier. Denk om je ademhaling. Adem rustig in. En rustig uit. We proberen er ook op te letten dat we niet hier gaan zitten. Maar dat we echt goed onze borst openen. En vanaf daar naar de zijkant stretchen.
omhoog. Draai je een kwartslag naar het linkerbeen. Zet je je handen op je been. En dan gaan we naar voren. Op die manier. Dus met je handen schuif je over je benen heen. Richting die teen. En weer terug omhoog. Bovenste been leggen we plat neer op de vloer. Dus zetten we onze handen neer voor ons. En dan gaan we buigen naar voren. Adem eens in. Rustig uit. Plaats je gewicht over je gebogen been heen als het ware. Ook hier weer belangrijk. Adem rustig door. Diep in. En diep uit. Op een gegeven moment gaan die spieren ontspannen. En dat is het moment waarop je spieren aan het verlengen zijn. Dus het moment dat je goed aan het stretchen bent. Dat heeft gewoon eventjes de tijd nodig. En dan komen we weer terug omhoog. Vanaf hier draaien we ons linkerheup naar de vloer. En dan zitten we hier in de duik. Dit kan ook op een makkelijke manier. Dan ga je beginnen op handen en knieën. Dan zet je je rechterbeen naar voren. En dan hier. Als het makkelijk gaat, dan kan je je voet ook ietsjes naar binnen draaien. En dan creëer je meer ruimte om je heup naar de vloer te brengen. Kijk of je een beetje lang kan maken naar het plafond. Dus de borst goed openen. En verplaats het gewicht omlaag. Vanaf hier laten we de handen staan, maar dan verplaatsen we het gewicht precies de andere kant op. Dan ga je er overheen. Knoopje leggen. Het linkerbeen gaat over ons rechterbeen heen. En die kruis je goed. Omhels je bovenste linkerbeen. En draai je ze aan de andere kant op. En dan draai je in de richting van je knie. Van je bovenste knie. Kleine stretchje van de rug. De bilspier nemen we hier ook een beetje mee. En dan draaien we terug naar voren. Wat je nu gaat doen, dus je gaat je knie, leg je gewoon plat neer op je onderste been. Handen gaan een stukje naar achter. En dan maak je helemaal zwaar eroverheen. En dan zul je zien dat de bilspier van het bovenste been effectiever opgerekt gaat worden. Dus hier mag je al je gewicht over dat been heen verplaatsen. En ook weer helemaal zwaar maken. En dan komen we weer terug omhoog. Trek weer de benen uit. En die schudden eventjes los. Dan gaan we even een kleine stretching van de bovenbenen doen. Benen kruip je in. Ga je er overheen. En dan breng je knieën naar de vloer. Knieën. Even los. Dan maken we weer een kleine V van onze benen. En dan wat we rechts deden, of wat we links deden, doen we nu precies rechts. Dan buigen we één been naar ons toe. Andere been is mooi gestrekt.
dan kan je kiezen of je pakt je been, of ik bedoel je enkel, of je zet je hand voor. En dan buigen we weer naar de zijkant. Kijk of je in de richting van die teen kan komen. Dan kruipen. Adem rustig in. En rustig uit. Het moment van uitademen is het moment dat je kijkt of je ietsjes verder kan komen. Op dat moment ontspan je al je spieren. En dan maak je het jezelf makkelijker. En dan komen we weer op. Draaien we een kort slag naar het gestrekte been. Rug recht. Adem in. En adem uit. Wat vergeet je te vertellen? Handen op je been en dan schuiven ze naar je tenen toe. Hier komen we weer omhoog. Boven zijn benen leggen we plat neer. En dan gaan we hier eroverheen. Adem rustig in. Rustig uit. Maak je maar helemaal zwaar naar beneden toe. Kijk of je jezelf helemaal zwaar kan maken over de voorste benen heen. Adem rustig in. En rustig uit. En weer rustig in. En laatste keer rustig uit. Kijken of we ietsjes verder kan dan net. En dan gaan we weer terug omhoog. Vanaf hier draait onze rechterheup eroverheen naar de vloer. Dan zitten we weer in de duik. Zet je handen neer op je knie. Maak jezelf een beetje lang naar het plafond. Kijk of je ondertussen je gewicht omlaag kan verplaatsen. Want dit heeft weer eventjes de tijd nodig. Dus blijf nog even zitten. Probeer al die spieren te ontspannen. De handen verplaatsen we. Die zetten we een stukje naast ons neer. En dan buigen we hier eroverheen. Hier weer maak je heel helemaal zwaar. Af en toe zit het ook wel eens lekker om even je ogen te sluiten. Dus je ziet dat anders voelt, zeg maar. En dit is dan een beweging waar je bijvoorbeeld even je ogen gewoon dicht zou kunnen doen. En kijken hoe dat aanvoelt. Gewoon weer terug. Omhoog. Maken weer een knoop van onszelf. Achterste been, gaan naar voren. Die kruis eroverheen. Dan helzen we het been. En dan draaien we de andere kant op. En hier, hoe meer je de bovenste knie naar je borst toe haalt, hoe meer bilspier je te pakken krijgt. Qua stretching. En dan draaien we terug naar voren. Onze knie ontspannen we. En die leggen we plat neer als het ware. Handen gaan een stukje naar achter. En dan maak je jezelf helemaal zwaar over dat voorste been heen. Om een iets intensievere stretching mee te nemen van de bilspier. Blijf rustig doorademen, rustig in en rustig uit. En weer rustig in en weer rustig uit. En dan komen we weer terug omhoog. Benen gaan uitknopen en die schudden we eventjes uit.
benen die strekken we voor ons langs. Die strekken we voor ons uit. Handen zetten we op de knieën. En dan gaan we hier naar voren. Schuif je over je benen heen richting je tenen. Kijk hoe ver je kan komen. Ook hier weer adem rustig in. Adem rustig uit. En dan gaat hij weer een beetje terug. Adem rustig in. En dan gaan we weer naar voren. Adem alles uit. Zoek die stretching van die hamstring. Zoek die op. En dan rollen we weer op. En dan rollen we gelijk door naar beneden. Dan buigen we onze knieën. En dan kruisen we het rechterbeen over het linkerbeen. Armen gaan opzij. En dan gaan we hier kleine stukjes van links naar rechts. Dus dat mag je gewoon op je eigen tempo doen. En dit is altijd een hele fijne, lekkere oefening om te doen als je bijvoorbeeld wat last hebt van je onderrug. Dan is dit altijd heel fijn om te doen. Terug naar het midden. Bovenste knie houden we vast, trekken we naar de borst. Onderste been trekken we uit naar beneden. En dan trek je knie, je bovenste knie helemaal tegen je borst aan. En ondertussen gaan we rondjes draaien met de enkel. Een paar keer naar buiten. En dan een paar keer naar binnen. In het midden. Vervolgens kantelen we dat gebogen been over het gestrekte been heen. Leg hem neer op de vloer. Open jezelf in de tegenovergestelde richting. Kijk of je hierbij beide schouderbotjes op de vloer kan brengen. Je andere hand die kan je over je been heen leggen, zodat je iets tegendruk kan geven wanneer je die draai maakt. Vervolgens gaan we doordraaien naar ons buik. Plaats je weer even naar je mat. Dan zet je je handen naast je borst neer. Adem je rustig in. En dan duw je jezelf omhoog. Adem rustig uit. Maak je even een balletje van jezelf. En dan rollen we langzaam op. En dan zitten we op de knieën. Dan gaan we één been voorzetten. Gewicht naar voren verplaatsen. Naar je voorste been. En dan doe je je heupen, je bekken, de vloer in. De stretching van de liesen. Blijf even zitten. De benen de kans te geven om te verlengen. Maar als je zegt, dan kan een stapje verder. Plaats je handen aan de andere kant van je been. En de onderarmen brengen we naar de vloer. Hier houden we even een paar pillen vast. Paar tellen staan. En kijk of je ietsjes dieper verder naar beneden kan. 5, 4, 3, 2, 1. Dan zetten we op de vloer. Het voorste been trekken we uit. Het achterste been buigen we. En dan ga je met je neus naar beneden. Kijk ook hier weer of je jezelf helemaal plat naar je been toe kan brengen.
gaat dus achter het voorste been. We gaan weer naar achter. Dan komen we weer op. Draai je een kwartslag. En je zit op je binnen. Handen onder je knieën. En het enige wat we gaan doen is hier eventjes rollen. Even heen en weer. En dan gaan we zo weer beginnen. Maar dan doen we de andere kant. Dus ga lekker liggen. Benen zetten we neer. Eentje over de ander. Armen opzij. En dan gaan we hier kleine stukjes van links naar rechts. In het midden. Bovenste been, knie pakken we weer vast. En die trekken we naar ons borst toe. Dan gaan we draaien met de enkel. Eerst rondjes naar buiten. En dan hetzelfde maar naar binnen. En stop. Maak dan een kanteling over het been heen. Leg hem neer. Open jezelf. Kijk of je hier ook je beide schouders richting de vloer kan brengen. Dus ga aan. Vervolgens draaien we weer door naar ons buik. Plaats jezelf weer terug naar de mat. Handen gaan naast de borst. Adem in. En duw jezelf open. Adem alles uit. Probeer die heupen naar de vloer te brengen. Maak hier rustig een paar tellen zitten. Trek onszelf in. Maak weer even een bolletje. Even een compensatie van de rug. Dat is altijd belangrijk. En dan rollen we op. En dan gaat ons andere been naar voren. In mijn geval links. En hier weer geef ik de benen even de tijd om te verlengen. Omlaag. Als je wil, zetten we de handen aan de andere kant van ons been. En de onderarmen die brengen we naar de vloer. Dus even een andere rekking van de benen. Denk om je ademhaling. Adem rustig in. Rustig uit. Vaak vergeten we dat, hè? Hoe belangrijk ademhaling is. Bij normaal in stretching is het heel belangrijk om te letten op je ademhaling. Want dat is de manier om soepeler te worden. Kom dus weer terug omhoog. Wij gaan hier nog even een paar tellen staan. Handen op de vloer, strekken ons voorste been uit, buigen ons achterste been en dan verplaatsen we de neus naar beneden, naar de knie toe. Plaats naar achter. Laatste. Onze handen doen we achter ons hoofd. Zet onze onderarmen neer op de vloer. En dan duw je jezelf de andere kant op.
op terug. Nou, en dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het weer een fijne sessie vonden. Dan geniet van jullie zondag en dan zie ik jullie graag volgende week weer. Doei doei!